Ik hoor dat premier Rutte inmiddels klaar is voor de verklaring. Gelaste ministerraad over de ontstaande politieke situatie. Ik geef graag het woord aan de minister-president. Ja, beste dames en heren, en ook mensen thuis die dit volgen. Het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid. En vandaag moeten we helaas de conclusie trekken dat die verschillen onoverbrugbaar zijn. Daarom zal ik direct hierna schriftelijk het ontslag van het voltallige kabinet aanbieden aan de koning. Ik stuur uiteraard die ontslagaanvraag ook in kopie aan de Tweede Kamer. Ik heb de koning eerder vandaag op de hoogte gehouden van de politieke ontwikkelingen en zal hem ook morgen bijpraten en uitleggen wat er precies gebeurd is. Migratie is een groot en belangrijk onderwerp, zowel politiek als maatschappelijk. Nu we op dit thema, op dit belangrijke onderwerp, niet tot overeenstemming kunnen komen, hebben we ons in de ministerraad moeten beraden over de ontstaande situatie en gezamenlijk geoordeeld dat het politieke draagvlak onder de coalitie is weggevallen. Dat is zeer betreurenswaardig. Maar het is tegelijkertijd een politieke realiteit waar we niet omheen kunnen. Hiermee is het kabinet met de bewindspersonen van de vier partijen demissionair. De eerste taak is uiteraard het uitschrijven van nieuwe verkiezingen en verder alles te doen wat nodig is in het landsbelang. Dit besluit valt ons allemaal zwaar. En ik voeg daaraan toe, ook mij persoonlijk. Alle partijen hebben maandenlang hun uiterste best gedaan. Alle partijen zijn tot het uiterste gegaan, nog vanavond, om een oplossing te vinden. En het is zeer betreurenswaardig dat dat niet is gelukt. We hebben als kabinet belangrijke stappen vooruit kunnen zetten in de afgelopen paar jaar. Ik denk bijvoorbeeld aan het klimaatbeleid, aan de grote investeringen in het onderwijs, de modernisering van de arbeidsmarkt, de toekomst van de pensioenen en uiteraard de ingrepen die nodig waren vorig najaar om de koopkracht van de Nederlanders zoveel mogelijk te stutten. En ook hebben we eensgezind inspanningen gedaan om Oekraïne, het slachtoffer van een verschrikkelijke Russische agressieoorlog, om Oekraïne zo goed mogelijk te helpen. En daar zullen wij, ook demissionair, volledig mee doorgaan. Net zo als wij demissionair alles zullen doen om ervoor te zorgen dat alle stappen worden gezet in de opvolging van het schandaal met de kinderopvangtoeslag en de opvolging van de conclusies en alle afspraken gemaakt na de parlementaire enquête Groningen. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk de nodige urgente thema's die ook om besluiten vragen. De stikstofaanpak en de toekomst van landbouw en natuur, maar ook de woningmarkt en inderdaad migratie. Nederland wacht op oplossingen en niet op uitstel. En het is spijtig dat uitstel er nu onvermijdelijk toch komt. En toch zullen we proberen ook de komende maanden op al deze onderwerpen zo verstandig mogelijk beleid te voeren. Dit alles, dat wil ik erbij zeggen, doet niets af aan de plezierige en doelgerichte manier waarop we met elkaar in het kabinet hebben samengewerkt. En ook in de afgelopen dagen met respect voor elkaars opvattingen de vier partijen hebben gewerkt, ook aan het migratievraagstuk. En ik wil dan ook vanavond mijn dank en grote waardering uitspreken aan alle collega's in het kabinet, maar ook uiteraard alle fractievoorzitters en leden van de Kamerfracties die deze coalitie ondersteunen. We hebben met elkaar in een goede sfeer het nodige tot stand kunnen brengen. Het is jammer dat we door deze scheiding halverwege de rit het werk niet kunnen afmaken. Dank u wel. NOS Ministerraad. Premier Rutte, er zijn grote problemen in het land. Stikstofproblemen, u noemde al de woningbouw. Wat heeft u doen besluiten om er toch de stekker uit te trekken? Het migratievraagstuk is ook een heel groot thema.
En dat heeft heel veel aspecten. En we zien natuurlijk allemaal de beelden van de overvolle asielketen. De grote problemen die dat ook veroorzaakt voor asielzoekers om een plek te vinden op de woningmarkt. Een plek in het onderwijs om de taal te leren en hun plek in deze samenleving te krijgen. Dus het is een probleem wat we allemaal zien. Waarvan we allemaal hebben gezegd, daar moeten we oplossingen voor vinden. En met z'n vieren moeten constateren, na lange gesprekken en ook deze week pogingen langs alle mogelijke oplossingsrichtingen om het uit te komen, dat dat niet lukt. En ik wil je één ding bijzeggen. Ik zag vanavond dat dat dan in het bijzonder aan één partij zou hebben gelegen, aan de ChristenUnie. Dat is niet waar. Er is geen partij die de stekker uit het kabinet heeft getrokken. Alle vier de partijen hebben samen vastgesteld, op basis van die discussies, dat het niet mogelijk is. We gaan nu een lange periode van campagne voeren tegemoet. Een misschien opnieuw moeizame formatie. De politiek zal lange tijd stil liggen, althans als het gaat om de moeilijke vraagstukken. Wat schiet Nederland hiermee op? Een kabinetscrisis, een kabinetsval is nooit goed. Dus beter is als een kabinet blijft zitten. Maar wat ook vast moet worden gesteld is dat het soms onmogelijk is in een coalitieland als Nederland om tot overeenstemming te komen. Dat gebeurt niet zo vaak. De laatste keer was in 2012. Dat was 11 jaar geleden. Het is nu 2023 dat een kabinet valt doordat het intern niet in staat is in de coalitie, in het kabinet, om afspraken te maken over belangrijke onderwerpen. In 2012 was dat de grote antwoorden die nodig waren voor de economische crisis. Nu de antwoorden die nodig zijn om migratievraagstukken goede baan te leiden. Dan kan het zo zijn, en dat past ook in ons staatsbestel, dat een kabinet tot de conclusie komt dat het niet gaat. En dat het kabinet dan besluit de kiezer te raadplegen. Brandpunt van de hele discussie in het kabinet was, als het gaat om migratie, de gezinshereniging, de nareizigers. Waarom weegt het voor bijvoorbeeld uw partij zo zwaar daar forse stappen in te zetten, dat terug te dringen? En waarom is dat voor de ChristenUnie onaanvaardbaar geweest? Ik ga daar nu niet inhoudelijk al te uitgebreid op in. Er komt ook nog een Kamerdebat, dat geeft alle gelegenheid. Wij waren bezig om het eens te worden over een heel pakket maatregelen. Over dat pakket was nog geen overeenstemming. Ik denk dat op heel veel onderdelen het mogelijk was geweest eruit te komen. Dit is inderdaad ook een belangrijk onderdeel daarin. Waarbij een aantal waarden ook met elkaar aan het botsen waren. En daar wil ik het eigenlijk bij laten. Namelijk de waarde aan de ene kant dat de ChristenUnie en andere partijen, ook de D66, zeiden, het is van groot belang dat altijd die gezinshereniging, die nareis mogelijk is. En andere partijen, CDA en VVD, die zeiden in die discussie, luister, ja, dat vinden wij ook. Maar het kan zo zijn dat de druk op de asielketen, het draagvlak voor het asielbeleid, zodanig onder druk staat dat je wel degelijk ook daarnaar moet kijken om altijd natuurlijk tijdelijk die nareis te beperken. Dat heeft ook meteen grote impact. Dat zijn twee opvattingen die daar met elkaar botsten. Maar er was natuurlijk meer nog aan de hand. We waren er ook nog niet helemaal uit. RTL. Ja, meneer Rutte, is de val van het kabinet in het landsbelang, vindt u? De val van het kabinet is nooit in het landsbelang. Het landsbelang zal altijd zijn dat het kabinet eruit komt. Maar in de Nederlandse coalitieverhoudingen kan het zo zijn, dat is natuurlijk vaker gebeurd, dat een coalitie er niet in slaagt om er wel alles aan doende om de brug te slaan, dat laatste stukje te dichten. U zegt, ik vind het niet fair om naar één partij te kijken. De fractievoorzitter van het CDA, de heer Heerma, die zegt, de opstelling van de heer Rutte was onverantwoord, en dit is een quote, bijna roekeloos. Hoe kijkt u daarnaar? Ik ben dat niet met hem eens, maar daar is het Kamerdebat voor. Maar de afgelopen dagen is er vaker naar buiten gekomen dat u zich zeer hard heeft opgesteld in dit asieldiscussie. Dat u, nou ja, uiteindelijk gisteren ook heeft moeten zeggen, we hadden het misschien toch anders moeten aanpakken. Is er iets dat u zichzelf verwijt? De discussie in de buitengang ging over woensdagavond. Overigens dat onderwerp van de nareis staat al maanden, eigenlijk vanaf het begin van de discussie op de agenda. Dat is geen nieuw punt. Wel een gevoelig punt, bekend. Maar ook een punt wat een grote impact heeft, maar ook grote gevoeligheden. Dat zijn die twee aspecten, de waarden die daar botsen. De waarde van hoe voorkom je dat weer mensen in het weiland eindigen in Ter Apel. Dat wil natuurlijk niemand, geen van de vier partijen. Maar ook de waarde die zegt, ja, maar een maatregel die daartoe leidt dat die nareis vertraagd wordt, die kunnen wij niet voor onze rekening nemen. Waarde aan de andere kant van de medaille. En dat zijn botsende waardes en we waren niet in staat dat te overbruggen. Dat lag al heel lang op tafel, niet pas deze week. En het is soms zo in een politieke discussie dat het nodig is om dat met elkaar helemaal uit te discussiëren.
En wat ik tegen de collega's heb gezegd donderdag, dat ik dat woensdag met een zekere stevigheid deed die ook niet behulpzaam was. Dat doet niets af aan de inhoud van het onderwerp. Daar vond en vind ik van wat ik ervan vind. Namelijk dat het cruciaal is dat onderwerp wel op te nemen pakket. Omdat het een grote impact heeft. Realiserend dat het voor andere partijen om andere zeer te respecteren redenen een probleem is. Daarom kwamen we er ook niet uit. Het doet niets af van de inhoud. Maar gezien de woorden van de heer Heerma, gezien het feit dat u nu hier staat en dit de conclusie is van de afgelopen dagen, verwijt u zichzelf iets? Nee, behalve dat ik die woensdagavond dat vriendelijk had kunnen brengen, maar dat is niet de reden van de val van het kabinet. Gaat u door als VVD-lijsttrekker? Het is net gebeurd, dus ik moet ook even nadenken. Mijn partij moet er even over nadenken. Dat zal voor alle partijen gelden. Als u mij dat nu zou vragen, dat nu te besluiten, is het antwoord vanzelfsprekend ja. Want ik heb die energie en ook die ideeën. Maar ik vind ook dat je altijd even de tijd moet nemen er even over na te denken. Ah, en dan gaan we hier het even rijtje. Meneer Rutte, gaat u voor Rutte 5? Begrijp ik dat goed? Nee, de vraag was, bent u lijsttrekker van uw partij? Ik wil zeggen, daar wil ik zelf ook even over nadenken. Misschien vindt mijn partij er ook iets van. Dus dan heb ik even tijd voor. En wat was uw eigen aandeel hierin? Er wordt gezegd dat u de boel hebt opgeblazen. Ik heb die vraag net beantwoord, dat niet zo is. En premier Rutte, die zichzelf niets verwijt, tenminste alleen verwijt dat hij in sommige gevallen zijn standpunt iets te stevig heeft aangezet. En op de vraag of hij de lijsttrekker zal zijn voor de VVD bij de volgende verkiezingen, zei hij dat hij dat besluit nog niet heeft genomen, maar dat hij wel de ideeën heeft en de visie om dat nog een keer te doen. Nou, dan kunt u zelf denk ik wel aanvoelen wat er gaat gebeuren. Wat hij zei is dat er gezamenlijk geoordeeld is dat op migratie de verschillen onoverbrugbaar waren en dat er dus ook een gezamenlijk besluit is genomen om het kabinet te ontbinden, zullen we maar zeggen, om de koning om het ontslag van het kabinet te vragen en alleen aan te blijven om de noodzakelijke zaken nog te doen. En een van die noodzakelijke zaken is dus alles om de situatie in Oekraïne, de oorlog in Oekraïne, te helpen beëindigen. Hij benoemde een aantal successen, wat hij vond successen van het kabinet, dat ze iets hebben kunnen doen aan de pensioenen, aan de arbeidsmarkt, investeringen in het onderwijs. Een beetje een necrologie van een anderhalf jaar lang kabinet Rutte 4, de koopkracht. Maar ook een aantal zaken, urgente thema's noemde hij. Stikstof, landbouw en natuur, migratie, daar was hij weer, de woningmarkt. Waar, ondanks het feit dat die urgent zijn, die kwesties, ze toch een tijdje in de la moeten, omdat vanwege het demissionaire status van het kabinet er waarschijnlijk nu even niks aan gaat gebeuren. Nee, vond je dat niet opmerkelijk dat hij ook zijn successen noemde? Of is dat te doen gebruikelijk bij een val van het kabinet? Nou, ik kan me zo voorstellen dat ze natuurlijk niet alleen maar de ellende willen benoemen van de afgelopen anderhalf jaar. En eerlijk gezegd, het is ook zo dat het kabinet een aantal zaken wel degelijk heeft afgerond of voor elkaar gekregen waar al meerdere kabinetten mee worstelden. Ik noem inderdaad die pensioenkwestie en ook wat ze op het arbeidsmarkt probeerden te doen. En het feit dat er grote investeringen in de klimaatopgave zijn gedaan. Dus dat moet je ze nageven. Er zijn nog andere dingen die je kunt noemen. De excuses over het slavernijverleden, die zijn bijzonder goed gevallen. Natuurlijk eerst die van Rutte en daarna afgelopen week van de koning. Dat is ook iets waar meerdere kabinetten, waar al heel lang grote discussie over was. En die discussie is wel afgerond. Maar de meeste mensen zullen ze dit kabinet toch ook herinneren als een kabinet dat hele grote issues voor zich uitschoof. Dat het niet lukte om het stikstofprobleem adequaat op te lossen, omdat ze daar niet uitkwamen. De woningmarkt, die nog steeds ontzettend veel uitdagingen en moeilijkheden kent, waar dit kabinet ook niet direct een antwoord op had. En inderdaad, dat punt van migratie, waarvan de premier benadrukte, en dat vond ik wel opmerkelijk, dat het wat hem betreft gelijk stond aan de economische crisis van 2012. Toen hij met Diederik Samsom een kabinet van PvdA en VVD in elkaar sleutelde en een grote bezuinigingsoperatie uitrolde. Omdat de beide partijen dachten dat het nodig was, of vonden, moet ik zeggen, dat dat nodig was om de Nederlandse economie overeind te houden. En wat hem betreft is deze migratiekwestie dus van dezelfde orde groot. Ja, precies, dat vind ik toch opmerkelijk wat jij ook zei. Het zijn natuurlijk twee hele andere grootheden. En je kunt je ook niet, althans je kan me niet aan de indruk onttrekken als je dan zegt het is een te belangrijk dossier. Zou je ook niet kunnen zeggen het is een vehikel voor
voor een ander hoger doel misschien? Nou ja, kijk, dat is de verdenking die de VVD de afgelopen weken op zich heeft geladen. Namelijk het feit dat ze dat deden niet zozeer vanuit het belang van het onderwerp, maar uit belang van de VVD. Het is nu eenmaal zo dat migratie voor de VVD een heel groot en belangrijk onderwerp is. Het is ook zo dat de peilingen op dit moment uitwijzen dat als er verkiezingen zijn, dat de kans groot is dat Mark Rutte nog een keer de grootste van Nederland wordt en dus nog een keer premier van Nederland zou kunnen zijn. En dan wordt er, nou niet eens gefluisterd, maar toch behoorlijk hard geroepen in Den Haag dat Mark Rutte dit heeft gedaan omdat hij nog een keer premier van Nederland wil worden. En hij ook wel weet dat hoe langer hij daarmee wacht, hoe groter de kans is dat iemand anders binnen de VVD wellicht hem naar de kroon zal steken. En dat hoor je ook terug in de woorden van Pieter Heerma. Niet dat hij die beschuldiging hardop uit, maar de fractievoorzitter van het CDA zei vanavond inderdaad, en wellicht kunnen we zo meteen zelf nog even naar hem luisteren, dat hij noemde de acties van de premier roekeloos, ja, inderdaad, en onverantwoord. Ja. Nou, dan kun je er toch wel van uitgaan dat ze bij het CDA denken dat Rutte niet heeft geopereerd in het belang van het land, maar in het belang van hemzelf. Daar wilde de premier dus niets van weten. Ik ga even doorpraten met Frank Kandel van Vluchtelingenwerk, de voorzitter, want het kabinet is natuurlijk gevallen over de asielmaatregelen, dus u zult er met zeer veel belangstelling sowieso de afgelopen dagen naar gekeken hebben welke kant dit uitging. Ja, die verschillen op het gebied van migratie, meneer Kandel, waren onoverkomelijk. Dat hoorden we net de premier zeggen. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, ik vind het echt verschrikkelijk dat dit kabinet nu gevallen is op een dossier wat ze echt zouden moeten oplossen. Er zitten elke dag 20.000 mensen in tenten en hallen zonder daglicht te wachten, soms al meer dan een jaar, op een procedure waarvan ze geen idee hebben wanneer die begint. En dit is wat het kabinet had moeten oplossen. Daar hadden ze aan moeten werken. In plaats hadden ze het kunnen oplossen, wat u betreft? Ja, natuurlijk hadden ze het kunnen oplossen. Dat hadden ze kunnen oplossen door de spreidingswet snel aan te nemen en daar snel doorheen te gaan. Daar hebben ze bijna een jaar over gesproken en hij moet nog behandeld worden in de Tweede Kamer. Het kabinet had dit kunnen oplossen. Nou is het dus vanavond gegaan over die, het is een heel naar woord in dit verband, eigenlijk stopknop, hè, voor gezinshereniging. Ja. Wat vond u van die oplossing? Nou, ik vind het echt immoreel dat je kunt bedenken dat kinderen in oorlogssituaties 2 jaar langer moeten wachten om daar weggehaald te worden. Dat betekent terwijl de bom op je oren vliegen, die in een schuilkader zit, niets te eten hebt, dat je dan, ach, omdat Nederland het even ingewikkeld heeft, moet je daar nog maar 2 jaar zitten. Ik vind dat niet uit te leggen. En wat denkt u nu? Want ja, dit is dus nu geknapt. Dit is ook geen oplossing. Wat gaat dit in de praktijk betekenen? Men is er dus niet uitgekomen, ook de spreidingswet, noem het maar op. Het hele vraagstuk. Demissionair of niet, dit kabinet heeft de verantwoordelijkheid om een goede opvang te regelen voor de mensen die in dit land zijn. En ook goede procedures. En het is inderdaad doodzonde dat de spreidingswet nu niet verder zal worden behandeld. Want daar ga ik vanuit. En ik roep echt de Tweede Kamer, het Rijk en de gemeentes op om wel hun verantwoordelijkheid te nemen. En te zorgen dat die opvang geregeld wordt in de geest van de spreidingswet. Maar wat denkt u? Dus gaat het de komende maanden, ik bedoel, is het nog bespreekbaar? Gaat het stil liggen? Komen er nieuwe maatregelen? Wat denkt u? Hoe ziet u dat? Nou, laat ik zeggen dat ik zie dat de gemeentes, het COA, op dit moment echt wel samen aan het zoeken zijn over hoe ze toch die opvang beter kunnen doen. Ik ga ervan uit dat zij niet zullen stoppen omdat het kabinet gevallen is. Dus ik hoop echt dat ze met volle kracht vooruit gaan om dat te regelen, waarvan ook de rechter heeft gezegd dat in dit land geregeld moet worden. Dank u wel, Frank Kandel, voorzitter van Vluchtelingenwerk. Lars Geerts, terug naar jou. We hebben net de premier gehoord, zijn verklaring. Heb je misschien al wat reacties of is het daar nog te vroeg voor? Nee, daar is nog te vroeg voor. We zijn op dit moment aan het wachten op Sigrid Kaag, vicepremier Sigrid Kaag, partijleider ook van D66. Er is aangekondigd dat zij na de persconferentie van Rutte ook iets zou zeggen. Nou, die persconferentie van Rutte die is nog steeds bezig. De premier is nog vragen aan het beantwoorden, maar wij horen dat ieder moment zij kan verschijnen. Ik hoop dat we dat live mee kunnen nemen. Wat we in ieder geval wel weten is dat er waarschijnlijk volgende week maandag al een Kamerdebat zal zijn. Normaal gesproken is dat geen Kamerdag, zoals wij dat dan noemen. Normaal gesproken zijn de Kamerdebatten altijd op dinsdag, woensdag en donderdag.
Maar de Kamer is met reces en zal dus terug moeten komen van reces voor dit debat. Nou, dat zullen ze niet heel erg vervelend vinden. Want ik kan me zo voorstellen dat iedereen wel een zegje wil doen. En ook Rutte op de korrel wil nemen. Want hoewel hij zei in zijn persconferentie dat hij zichzelf niks verwijt, behalve dan een iets te stevige toon op een onderwerp dat hij ontzettend belangrijk vindt, kan ik mij zo voorstellen dat zijn coalitiepartners, CDA, D66 en de ChristenUnie, daar toch iets anders over denken en hem die maandag behoorlijk de maat wilde nemen, om nog maar niet te zwijgen van de oppositie op dit moment. Ik kijk even of Sigrid Kaag inderdaad al beschikbaar is. Dat is niet het geval. We hopen haar ieder moment te krijgen. Ja. Maar we hebben inmiddels al wel een reactie van Pieter Heerma, de fractievoorzitter van het CDA. Ja, in eerste instantie vooral dat dit zeer zonde is, dat het kabinet op deze manier tot val is gekomen. Dat is ook slecht voor het land. Er liggen tal van grote uitdagingen, opdrachten, als het gaat over de woningbouw, als het gaat over het migratiebeleid. En die komen allemaal niet dichterbij door de val van dit kabinet en door de conclusie dat er geen akkoord kon komen op migratie. Ja. Dat het daarop geklapt is, dat duurt het alleen maar langer voordat er asiel- en migratiemaatregelen liggen, terwijl er ook een pakket lag wat al redelijk dicht bij elkaar kwam. Waarom kon daar niet gewoon mee akkoord gegaan worden door alle partijen? Nou kijk, er wordt al best lang gesproken over een pakket wat over alle vormen van migratie gaat. Arbeidsmigratie, asielmigratie studenten bijvoorbeeld. En er was op tal van onderwerpen, lagen de voorstellen, lagen de maatregelen, lagen zaken waar overeenstemming was om beleid te kunnen gaan voeren. En rondom asiel lagen de grootste en zwaarste vraagstukken over hoe je op termijn meer grip gaat krijgen op migratie. En ik blijf wel ook met het gevoel zitten dat het met de deadline die gesteld is, dat het nu klaar moest zijn, met de hardheid ook waarmee dat op de spits gedreven is, dat grenst aan roekeloze politiek. En dat vind ik echt zonde. Want ik denk dat hier, ik kan het niet bewijzen, ik weet niet, als het niet zo hard gespeeld was, of er wel een middenweg te vinden was geweest. Maar ik vind dat verantwoordelijke partijen in het midden de verantwoordelijkheid hebben moeten nemen om ook te zoeken naar die oplossingen op allerlei moeilijke dossiers. En het migratiedossier is een van de grootste, zwaarste dossiers. Maar ik heb hier wel een kater aan overgehouden. Dat zijn bijzonder harde woorden van CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma, die het heeft over roekeloze politiek, omdat één partij een deadline stelde op een uitkomst op de migratie. Het woord onverantwoordelijk viel ook nog eens een keer. Daaraan kun je wel merken dat het CDA hier totaal niet mee eens is wat er gebeurd is vandaag. De afgelopen week kon je eigenlijk al merken dat ze overvallen waren door het feit dat de VVD dit zo hard speelde. Aan het begin van de week konden ze zich eigenlijk niet voorstellen dat de VVD bereid was om het zo hard door te zetten. Maar blijkbaar hebben ze dat wel gedaan. Wij zijn hier in afwachting van de reactie, niet alleen van Sigrid Kaag van D66, maar ook Wopke Hoekstra van het CDA en Carola Schouten van de ChristenUnie worden verwacht. Dus alle drie de vicepremiers zullen, nadat we al hebben gehoord van premier Rutte, nog hun woordjes doen. Ja. Nog even trouwens, wie we vanavond, als het gaat over de oppositie, helemaal niet gehoord hebben, is Pieter Omtzigt. Ja, nee, inderdaad, daar zaten wij op te wachten. En het is goed dat je zegt, want hij heeft inmiddels gereageerd via Twitter. Hij heeft laten weten dat hij binnen een aantal weken een besluit zal nemen over zijn eigen toekomst, over de kabinetsval. Zegt hij dat het een mooie kans is voor een nieuwe start voor Nederland. Het kabinet was al lang stuurloos, omdat het er niet in slaagde belangrijke vragen stukken op te lossen. En van een nieuwe bestuurscultuur kwam al helemaal niets terecht, waardoor vele dossiers zoals volkshuisvesting, bestaanszekerheid en de manier waarop wij onze voedselvoorziening vormgeven vastliepen. De frisse start is nodig om met draagvlak in de samenleving deze problemen echt op te lossen. En nu is dus de vraag die boven de markt hangt: wat gaat Pieter Omtzigt doen? Binnen een aantal weken gaan we het horen. Gaat hij een eigen partij beginnen? Gaat hij zich aansluiten bij een andere partij? We weten dat het een behoorlijke stemmentrekker is. Dus we zijn erg benieuwd of Omtzigt zich in het strijdtoneel met onder meer Caroline van der Plas en dus ook Mark Rutte zal wagen de komende tijd. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.